Renners, aandacht. En we zijn weg voor 7 ronde achtervolging tussen Brent Koos aan deze zijde en Dieter Fleurakkers aan de andere zijde gestart. Voorsprong voor Fleurakkers. Na een halve ronde. Natuurlijk is het ook een kwestie van indelen die achtervolging. Bij de renners, altijd duidelijke voorsprong nu voor Dieter Fleurakkers. De bieter over de pek. Yep. Voorsprong wordt groter nu. Nog 5 ronden ging er aan de overzijde voor Dieter Fleurakkers. En ook hier voor Brent Koos nog 5 ronden. Nog 4 ronden ginder aan de overzijde, nog 4 ronden voor Fleurakkers en ook nog 4 ronden hier voor de Brent Koos. Die blijkbaar toch iets dichterbij sluipt nu toch. De voorsprong is niet zo groot meer. Maar dat voldoende. Altijd voorsprong voor Fleurakkers. En we hebben nu nog 3 ronden af te leggen. Nog 3 ronden. Altijd voorsprong voor Fleurakkers. 3 ronden nog. Sprong nog altijd Fleurakkers. 2,5 ronde van het einde. Tweede reeks mogen zich ook klaarhouden. Paulus Roos en Pieter Roos. Mogen zich stilaan gaan klaarhouden. We hebben nog 2 ronden af te leggen nu. Nog 2 ronden. Nog altijd die voorsprong voor Fleurakkers. 2 ronden voor het einde. Anderhalve ronde voor beide. Wij gaan stilaan dus naar de laatste ronde toe. Laatste ronde ginder aan de overzijde voor Fleurakkers en laatste ronde voor Brent Koos. Die zich nog even recht zet voor die laatste ronde. Deelt er nog alles uit te persen en het is nu afwachten. Ik heb niet hoe dat hij dichterbij sluit, maar toch voor nog een halve ronde die er te gaan is. En het gaat nog spannend worden. Halve ronde nog voor beide. Met Fleurakkers nog altijd die minimale voorsprong. Maar Brent Koos heeft er alles uitperst. En wie gaat het hier halen? Wie gaat het halen? Het wordt het Dieter Fleurakkers of Brent Koos. En ze rijden zo op gelijk op gaan, denk ik. Ik denk dat het hier nog deze zijde is, maar we wachten even af. Zoals ik al zei, dus wat was het? De tijd voor Dieter Fleurakkers. 4:00:55 onderste. En tijd voor Brent Koos. 4:00:46 onderste. Dus winnaar van deze. Runners, aandacht. Is dat een idee? Dan weet ik niet. Is de paal? Sprong voor Pieter Los. Zeg ik niet? Raar geluid op de fiets, had ik de indruk toch? Ja,
Dat is een kweer. Ja, dan heb je hier dan een fiets van Cancellara met een klein motortje in, blijkbaar. Zes ronden nog. Nee, dan nog wel. De vermeende fiets van Fabian. Ja, nee, dat ook. Altijd voorsprong voor Pieterloos. Sprongloos, vijf sprongen nog. Dat was het natuurlijk ook in het begin van de achtervolging, zoals ik al zei. Het is ook een kwestie van indelen, die achtervolgingsreeks. Ja, dan in die laatste ronde bij het vorige duo. Dat er toch nog spannend werd. Ze nu aan de streep komen en wij nog vier ronden af te leggen. Nog altijd die voorsprong voor Pieterloos. Vier ronden nog. Vier ronden ook nog. Voor Tanne Verhoest aan deze zijde. Volgende reeks is Penny Verbeke en Yannick Vlijmans. We hebben nog drie ronden te gaan nu. Nog drie ronden. Nog altijd die voorsprong voor Pieterloos. Drie ronden nog. Dat mag natuurlijk ook niet in het online. Als Pieterloos misschien aan de overzijde komt, nog twee ronden. En uiteraard ook voor Paul van der Roest aan deze zijde nog twee ronden. Twee rondjes nog. En nog altijd Pieterloos, nog altijd aan de leiding. Op anderhalve ronde van het einde. Wij gaan stilaan naar de allerlaatste ronde toe. Laatste ronde ging aan de overzijde en ook laatste ronde. En dan wat rommels zullen krijgen als dat straks bij de vorige reeks achtervolging. Nog een halve ronde, maar nog altijd voorsprong voor Pieterloos. Dat gaat toch moeilijk worden voor Paul van der Roest om dat nog goed te maken in de laatste halve ronde. Pieter Roos gaat die reeks winnen in aan de overzijde. Dus tijd voor Paul van der Roest 3:47:10. Tijd voor Pieter Roos 3:45:46. En aan de overzijde Jan Vlijmans. Runners, aandacht. Ja, we zijn weg. We zijn weg voor 7 ronden met Benny Verbeke aan deze zijde gestart en Yannick Vlijmans aan de overzijde. Kijk, na een halve ronde de situatie is voorsprong voor Vlijmans. Want die dus snelst gestart is, Yannick Vlijmans. Nog altijd die voorsprong, nog 6 ronden. Die zijn voorsprong iets uitbouwt nu, Yannick Vlijmans. We hebben nog 5 ronden voor de boek nu. 5 ronden nog.
Mooie voorsprong voor Yannick Vlijmans. Er is een speer van doorgegaan is in het eerste wedstrijdgedeelte. En we hebben nu nog 4 ronden af te leggen. Nog 4 ronden. 4 ronden nog. 4 ronden nog nu. Ook voor Benny Verbeke aan deze zijde. Aan de overzijde en ook hier voor Benny Verbeke nog 3 ronden. Nog 2 ronden hier aan de overzijde voor Yannick Vlijmans. En hier ook nog 2 ronden voor Benny Verbeke. 2 ronden. Wij gaan kinderen naar de laatste ronde toe aan de overzijde voor Yannick Vlijmans. Laatste ronde. En dan, dat gaat hier ook wel gebeuren voor Benny Verbeke. Laatste ronde. Volgende koppel is Paar Vlijmans en 6 en Semmers. Laatste ronde nu voor Benny Verbeke. En nog een halve ronde nu voor Yannick Vlijmans. Nog een halve ronde. Je hebt wel goed, hè? Je hebt goed, hè? Je hebt het goed, hè? Ja. En die gaat hier nu aankomen, Yannick Vlijmans. Ja, dit is. Ja. Voor Benny Verbeke 3 minuten 45 seconden 55. En tijd voor Yannick Vlijmans 3:38.62. 3:38.62. Renners, aandacht. We zijn weg voor 7 ronden. Pavel Amers aan deze zijde, Jason Semmers. Goed, kom maar daar. Voorsprong voor Pavel Amels. Pavel Amels. 6 ronden voor de boeg. Voorsprong voor Amels nu. Duidelijke voorsprong voor de man in de donkere uitrusting. Die nu op weg is naar een bordje met de 5 ronden. Kom aan, Pavel, goed. 5 ronden. Kom aan, hè. Hier aan de overzijde ook nog 5 ronden voor Jason Semmers. En dan hebben we het laatste reeks, de finale reeks met Oscar Goeivaerts aan deze zijde en Matthias van Beethoven aan de overzijde. Nog 4 ronden voor beide heren, nog 4 ronden. Kijk even, lekker lang, hè. Altijd mooie en duidelijke voorsprong voor Pavel Amels. Zoals ik al zei, het zijn de tijden die tellen. Het kan belangrijk zijn, want er is toch nog wat mogelijk in de eindrangschikking. Zeker wat betreft de 32e plaats. Wij gaan naar de laatste 3 ronden toe. Aan deze zijde voor Pavel Amers in eerste instantie voor 3 ronden. En dan aan de overzijde ook voor Jason Ginger. Aan de overzijde ook nog 3 ronden.
voorsprong nog groter mee voor Pablo Ames. Wij zijn nu op twee ronden van het einde. Er is nog twee ronden. Voor de eerste instantie hebben we Pablo Ames. Twee ronden nog. En nu ging er aan de overzijde ook nog twee ronden voor Jason Samos. Kom aan, Babo! Anderhalve ronde voor Jason en nog één rondje nu. Laatste ronde voor Babo Amos. Laatste ronde die daar een mikpunt voor hem heeft natuurlijk. En dat kan wat te veel voor de tijd. Want zoals ik al zei, dat is het belangrijkste, de tijden. En ook nu laatste ronde voor Jason Samus aan de overzijde. Nog een half ronde nu voor Pavel Hamers. Inderdaad, er is de beste tijd realiseren van de verenigde overwinning. Ja, goed gedaan! Tijd dus voor Pavel Amels, 3 minuten, 34 seconden, 21 honderdste. Tijd voor Jason Samus, 3 minuten, 45, 87. Laatste reeks nu, in de achtervolging over 7 ronden. Renners, aandacht. Ja, we zijn weg voor 7 ronden. Tussen de mannen die plaats 1 en 2 innemen op dit ogenblik. Oscar Govaerts aan deze zijde en Matthias van Beethoven aan de andere zijde. En we gaan ze erkennen aan de helm. De blauwbellen voor Govaerts en de zwartbellen voor van Beethoven. Kijken na 1 ronde, wat de stand van de zaken is. Voorsprong voor de overzijde voor Van Beethoven. Kleine voorsprong, weliswaar. Altijd voorsprong voor Matthias van Beethoven. We hebben nog 5 ronden te gaan als ze de rode streep overschrijden. Nog 5 ronden. Altijd een kleine voorsprong toch voor Matthias van Beethoven. Zoals ik al eerder zei in de toog, ja, het is ook een kwestie van indelen. Even kijken nu. Ja, nog altijd van Beethoven aan de leiding. Maar belangrijk is de eindtijd uiteraard. Want daar draait het om. Nog 4 ronden hebben we nog. 4 ronden nog. Altijd een kleine voorsprong voor Van Beethoven. Maar we gaan nu even checken. Want ik heb de indruk dat Govaerts zich dichterbij sluit. Ja, blijft gelijk opgehaald. Want dat denk ik voorsprong voor Van Beethoven. En dat gaan we stilaan naar de laatste 3 ronden toe. We hebben nog 3 ronden af te leggen als aan de streep voorbij komen. Nog 3 ronden. Het gaat echt gelijk opgaan hoor, tussen dat duo hier. Het gaat echt gelijk opgaan. Op minder dan 3 ronden van het einde zijn we nu. Terug voorsprong voor Van Beethoven. Van Beethoven die... even een diepe kennen, maar nu toch volle pond geeft en terug wat voorsprong neemt op Oscar Govaerts. En wij gaan nog 2 ronden te benoemen, nog 2 ronden. En dan wordt het voorsprong van Beethoven. Maar het blijft allemaal niet door, het blijft niet te die voorsprong. Op minder dan 2 ronden van het einde. Nog altijd duidelijke voorsprong nu voor Matthias van Beethoven. En we gaan stilaan naar de laatste ronde toe. Wij gaan naar de laatste ronde. Ginder aan de overzijde
voor Lucas van Beethoven en hier aan dezezelfde voor de Storkhovaerts. Maar het zijn de tijden, dus beste tijd, Tavoanus 3.34.21, dat is nog altijd de beste tijd. We gaan alle ronden voorbij, de voorsprong voor Matthias van Beethoven. Moet dat wellicht niet door dat afgeven of er moet door een serieuze spurt uitgepest worden door Oscar Goijvaerts. Wie gaat het halen? Wie gaat het halen? En het is aan de overzijde van Beethoven die het haalt. De tijden voor de laatste twee. Oscar Goijvaerts, 3 minuten, 31 seconden, 0-3. Tijd voor Matthias van Beethoven, beste tijd, 3 minuten, 29 seconden, 90 honderdste. Ik zit erin. Jimmy. Koningin, provinciaal kampioenschap hier op de piste in Huisland voor juniores. Op de derde plaats, ruime plaats voor Pavo Hamels. En dan krijgt hij een bronzen medaille uitgereikt door de nieuwe piste voorzitter van Wielerton Vlaanderen, Mark van den Hende, die daar de medaille wordt aan de derde Pavo Amos. Tweede plaats, zilveren medaille, Matthias van Beethoven. Ook tweede medaille van de piste voorzitter Mark van den Hende. En dan de provinciale kampioen Omnium hier op de piste in Heusland bij de juniors via plaats voor Oscar Goijvaerts. En dan krijgt de trui van de voorzitter van de Antwerpen meneer Robbie de Haas. Die de trui daar overhandigt aan Oscar Goijvaerts en ook de medaille van Mark van den Hende voor de nieuwe provinciale kampioen Oscar Goijvaerts. En nog de trofee overhandigd door Robert Salen. En geef zo maar een applaus op podium met de winnaar Oscar Goijvaerts, 2 Matthias van Beethoven, 3 Pavo Hamels. Daar de ene erbij en met zijn heren samen op dat podium. De foto's die genomen worden. Met dus nieuwe provinciaal kampioen Oscar Goijvaerts, 2 Matthias van Beethoven, 3 Pavo Hamels.